Stichting Derde Hands zoekt nieuw onderkomen. Voedselbank wordt binnenkort winkel. Na de sloop van hun opslagruimte aan de Imkersplaats 38 is Stichting Derde Hands driftig op zoek naar nieuw onderkomen voor hun vrijwilligers en de spullen. Wij staan hier voor Derde Hands, Stichting Derde Hands. En achter mij staan collega's van mij. En daarachter is een hele grote zandvlakte en er stond vroeger ons pand. En wij zouden zo heel graag een ander pand hebben om onze werkzaamheden bij Stichting Derde Hands voor te zetten hier in Apeldoorn. Zijn er nog eisen voor het pand? Ja, eisen in zoverre. Wij willen een pand van circa 200 vierkante meter, laat ik bescheiden blijven. Op de begane grond met wat parkeergelegenheid voor transportbusjes. Weet iemand ergens een pand te staan wat te huur staat en wat betaalbaar is? Het moet geen 637 per vierkante meter kosten, dat kan allemaal niet. Die misschien zeggen, oh, ik heb wel een stukje van mijn bedrijfshal vrij of iets dergelijks. We willen gewoon in contact komen met mensen die ons verder kunnen helpen om dat werk wat wij doen voor te zetten. En wat voor werk doet u? Wij doen als Stichting Derde Hands al 40 jaar lang werk voor mensen in ontwikkelingslanden. En dat betekent dat hier onze vrijwilligers heel veel werk doen op een aantal dagen in de week, deden, want we doen nou niks. Dat wij heel veel tweedehands goederen ontvangen van mensen uit Apeldoorn en vanuit het hele land. En dat wij heel veel aanvragers hebben vanuit de hele wereld die goederen ontvangen en daar dus plezier aan gaan beleven. Want die goederen krijgen een goed tweede leven, zodat kinderen naar school kunnen, zodat mensen in het ziekenhuis aan bedden worden geholpen, kinderen op school aan schoolmeubilair worden geholpen. Er gebeurt van alles wat dat betreft, wat goederen betreft. Het geeft andere mensen een goed tweede leven. Waar kunnen mensen deze goederen nu kwijt? Dan zou men even naar onze website moeten gaan. Dat is www.derdehands.com. En dan zie je op de eerste bladzij meteen al een aantal adressen staan. En daar kun je dan, zoals het helemaal beschreven staat, de goederen naartoe brengen. En die zijn dan voor die bedrijven, voor die organisaties. Op de KS Dijk is maandagmiddag omstreeks 12 uur de berijder van een scooter zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de BMW-dealer. Toen de bestuurder van een bestelbus afsloeg en de scooter op het fietspad daarbij volledig over het hoofd zag. Een behoorlijke klap was het gevolg. De scooterrijder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De brandweer in Uchelen is gisteravond gealarmeerd door de melding van een vreemde lucht aan de Vlietweg. De bewoners roken een terpentinelucht in hun woning en buiten op straat en belden vervolgens de brandweer. Die was snel te plaatsen en is direct begonnen met het doen van metingen. De brandweer heeft meerdere putten geopend om in het riool te meten en ook in enkele woningen zijn metingen gedaan. Hoewel de lucht goed te ruiken was, werd er op de meetapparatuur geen verhoogde waarde aangetroffen. De brandweer heeft politie en waterschap ingelicht omdat er hier wel vaker een vreemde lucht uit het riool komt. Het vermoeden bestaat dat er bepaalde stoffen in het riool geloosd worden. Het waterschap gaat kijken naar de vervolgstappen. De Voedselbank Apeldoorn is bezig met een nieuw concept. De uitgifte gaat straks verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een winkel. Daarnaast komt er voor de cliënten een wachtruimte. Wij zijn bezig om niet alleen een wachtruimte voor onze klanten te maken, te creëren, maar daarnaast ook echt een winkel waar mensen zelf keuzes kunnen maken. Tot nu toe was het zo dat onze klanten in een wachtrij buiten staan. Weer en wind. Het was een hete zomer, dan is het heel heet buiten. De wachtruimte heeft daar een beetje een oplossing voor. We kunnen mensen ontvangen met een kopje koffie. En daarnaast kunnen ze echt met een winkelwagen door een winkel en daar onder begeleiding van een gastvrouw of een gastheer zelf hun producten kiezen. Als straks de winkel gereed is, kunnen de mensen zelf hun eigen pakket samenstellen.
De openingstijden worden binnenkort ook verruimd. Verder is het zo dat we tot nu toe 1 dag per week de uitgifte hadden. En dat gaan we nu over 3 dagen verspreiden. En mensen komen dan om een afgesproken uur komen ze langs. Dus dat wordt echt anders ook. De verbouwing is nodig omdat er een toename wordt verwacht van het aantal mensen dat gebruik gaat maken van de voedselbank. Onze klanten is redelijk stabiel het aantal. Wij verwachten wel dat het gaat toenemen. En wat we in ieder geval van de landelijke cijfers kunnen herleiden, is dat er ook een nieuwe groep bij gaat komen. En dat is de groep 65-plussers. En dat zie je landelijk al, hier nog niet echt. Maar wij verwachten wel dat daar ook een toename is, want armoede neemt toe, ook onder deze groep. De Voedselbank in Apeldoorn is een van de beste van ons land. Ze hebben een breed assortiment en krijgen zoveel producten aangeleverd dat ook andere voedselbanken daarvan profiteren. Hoewel de Voedselbank genoeg vrijwilligers heeft, zijn ze toch nog op zoek naar specifieke medewerkers. We hebben altijd behoefte aan chauffeurs, want wij zijn natuurlijk 6 dagen per week rijden wij rond door de regio in Apeldoorn. En daar is het altijd fijn om een ploeg chauffeurs voor te hebben. En daarnaast, we hebben sinds kort een mooie website. Kijk daar vooral eens even naar. Maar die website die moet wel onderhouden worden. Dus op gebied van communicatie kunnen we zonder meer nog handjes gebruiken. Dat zijn de specifieke functies. En vrijwilligers die gewoon in de hal en met de uitgifte erbij willen zijn, die nodigen we ook altijd uit op enig moment en komen nu nog even op een wachtlijst. Maar er is verloop, dus altijd welkom. Nog 1,5 maand duurt de verbouwing en dan moet het klaar zijn. In de week van de armoede gaan wij open. En de officiële opening is op 19 oktober. Dan houden we ook een open dag. Maar in de week daarvoor, ik geloof 14 oktober, dat is de dinsdag, dan hebben we de eerste opening waarbij klanten gebruik kunnen maken van de wachtruimte. Morgen is het bewolkt, regenachtig en een temperatuur van 18 graden. In de avond blijft het bewolkt, maar de regenkans neemt af. Donderdag regenachtig bij een temperatuur van 16 graden en zo nu en dan zon. Voor vrijdag een regenachtige dag bij een temperatuur van 16 graden.